Welkom van op den Dreef in Leuven voor de wedstrijd Oud-Heverlee Leuven tegen Antwerp vanmiddag op de 10e speeldag van de X-Ski League. Een speciale namiddag is het hier in Leuven, want vandaag is het de inhuldiging van de nieuwe tribunes. Aan beide kanten van het veld, achter de twee doelen, staan twee prachtige nieuwe tribunes. Die in een recordtempo zijn neergezet op enkele maanden tijd. Hier zie je er één van achter één doel. 1750 mensen kunnen erop. Het is de tribune voor de bezoekers van Antwerp. En ook aan de andere kant zo'n demonteerbare tribune. Dit is de kleedkamer van de thuisploeg. Voor het eerst beschikt trainer Mark Wuits echt over een volledige kern vanmiddag. Iedereen fit. Het is een mooie mix, die kern van OHL. Dit zijn de elf met dus Steve Dugardijn ook in de ploeg op het middenveld samen met Fred van der Biest. En daarvoor de middenvelders Jarakovic en Van Steenbrugge. En voorin uitkijken naar Bjorn Ruitings natuurlijk samen met Tijl Schoonjans. De bezoekers van Antwerp met Emmanuel Kemonje, die ook in de basis start voorin bij Antwerp. Naast deze man Hakim Bouchouari, die nog niet helemaal 100% is, maar toch al 70-80. Dimitri Davidovic, die gaat voor een 12 op 12 en als het wat mee zit, dan staat Antwerp dan vierde vanmiddag in de X-Ski League. Dit zijn ze, de elf van Antwerp. Het was lang wachten op het volledige elftal, want Davidovic die twijfelde nog tussen Vukomanovic en Sebastian Setti, Andres Setti. En het is uiteindelijk Vukomanovic geworden. Van der Biest, geen buitenspel daar. En Ruitings op doel af. Ruitings gaat schieten en een goede voetreflex van Ristovic die nodig was. Bjorn Ruitings zorgt voor het eerste gevaar in de wedstrijd. Geen buitenspel. En dan ging hij zelf op Ristovic af. Moest dat ook doen. Schoot ook op het juiste moment. Maar een goede reflex van Pedrag Ristovic. Goeie bal van Vastmans voor Schoonjans. En opnieuw een goede tussenkomst van Ristovic. Wat een kans hier in het begin van de wedstrijd voor Tijl Schoonjans en Ristovic die zich blesseerde. Frederik van der Biest. Overgekomen van Dender. Vlak na het ontslag van Rudy Cossé. De omhaal. Ja, was goed geprobeerd van Rij Frenkel. Daar zien we hem, Rij Frenkel. Met een fraaie omhaal, maar niet hard genoeg, niet goed genoeg geraakt die bal. Schoonjans. Vastmans. Teruggelegd, Van der Biest met het schot. Ja, goed gedaan van Fred Van der Biest. Van op afstand, vorige week scoorde hij van op de penalty-stip. Hier nog eens het schot. Niet zover naast het doel van Ristovic. Jarakovic, Van der Biest en dan Ruitings. Goeie reflex van Ristovic. Beste kans was dit voor Bjorn Ruitings. En Ristovic, heel kalm, maar zeer alert. Ruitings opnieuw zet zijn fout recht. Ruitings gaat hij nu afdrukken. Terugleggen, Schoonjans, kijken en niet scoren. Tijl Schoonjans. Dit was een uitstekende kans voor Oud-Heverlee Leuven. Niet afgerond door Tijl Schoonjans.
Barça. Goeie bal voor Lukanovic. Controle voor Kemmonier, die drukt af. Wat een kans voor Emmanuel Kemmonier. Beste kans voor Antwerpen tot nog toe. Goed van Lukanovic. Kemmonier kijken en dan schieten. En geen reactie bij Jonathan Rutens. Ze vallen wat stil op het middenveld bij OHL. Fout van Van der Biest. Voortspelen, zegt Bilois. Voordeel van de bal. Slovic. Buitenkant rechts en Kemmonier met de goal. Derde kans voor Kemmonier en het is raak. 0-1 voor Antwerp. Emmanuel Kemmonier. Appel voor fout daar op het middenveld. Maar goed beoordeeld door Bilois. Hij zegt balvoordeel. Dus voortspelen. En dan Kemmonier op voorzet van Slovic. Buitenkant rechts, knap gedaan. En dan Kemmonier met de goal. Derde kans voor Antwerpen in de wedstrijd eigenlijk. Derde kans voor Kemmonier. En het staat 1-0. Setti. En de man van de goal. Goed gedaan. Setti. Kemmonier en Vervaken. Wat een misser van Bas Vervaken. Hier had hij het moeten afmaken. Bas Vervaken helemaal alleen voor doel. Hoe kan je dit missen? Setti met de voorzet. Kemmonier laat en Vervaken. Veel te hoog die bal. Slovic. Tweede paal. Lukanovic. En dan het schot van Vervaken opnieuw. Uitkijken naar Bjorn Ruitings natuurlijk. Tweede paal. Boykby en dan het hoofd van Ruitings. Maar wat een redding van Ristovic. Nog niet gedaan. Wat een kans voor Bjorn Ruitings. Oud-Heverlee-Leuven krijgt hier nog een mogelijkheid. Laus. Odoi met de voorzet. En is dit de gelijkmaker? Nee. Wat een kans op de 1-1. Een ongelofelijke misser. Hier nog eens. De voorzet is goed. En dan Eboikbi. Moet hier scoren, maar hij doet het niet. En zo is het over en out voor Oud-Heverlee-Leuven. Mackie Eboikbi had de kans op de 1-1. En nu zitten we aan de andere kant met Vervaken. Vervaken alleen op Rutte's af en hij scoort. Bas Vervaken met zijn verdiende goal was een van de betere jongens van namiddag. En zo is het helemaal gedaan. Antwerp wint hier met 0-2 op Oud-Heverlee-Leuven. Met dank aan onder meer Bas Vervaken.